sta hier bij een drijvend eiland waar wij dit jaar geprobeerd hebben voedsel op te telen. Dit is bijvoorbeeld de slaapplant. Hier hebben we het graaskorfje. Hier hebben we een klein beetje potgrond gebruikt om een zaadje in te zetten. En daar is de complete plant eigenlijk uitgegroeid. En de wortels die staan dus rechtstreeks in het water en absorberen hun voedingsstoffen rechtstreeks vanuit het water ook. Nou, wat we nu aan het maken zijn is een kleine lunch. En die maken we met ingrediënten die hier achter op de drijvende eilanden zijn geteeld. De knollen die verrotten onder water, omdat het gewoon te weinig zuurstof waarschijnlijk heeft, of te nat is. Dus aardappel kweken op deze manier gaat tot op heden nog niet zo goed. We hebben heel volk aan eenden hier gehad, die regelmatig de slaapplanten, het basilicum en tomaten opaten. Met name de bladgewassen, zoals sla, andijvie, maar ook basilicum, die groeiden eigenlijk heel erg goed. Ook paksoi deed het erg goed. Maar er zijn natuurlijk ook landen die regelmatig worden getroffen door overstroming of waar goede landbouwgrond schaars is. En wellicht is een dergelijke oplossing, kan daar kans hebben, ja. Ja. Ja, de basilicum heb ik zeker geproefd. Heel intens voor smaak, heel rijk. Veel de smaak blijft echt hangen in je mond. Dus je hebt echt het gevoel dat je een kauwgompje in je mond hebt. En dat is heel erg lekker. Maar dus veel beter, nog intenser dan als je in de supermarkt.